Deze nieuwsuitzending is uitsluitend ter promotie van mijn YouTube-kanaal. Want ik zoek heel veel views en subscribers. Ik zit nu op de 40 en dat is schandalig weinig. Iedereen is al druk, komt de bouwvakken. Mijn vriend Wout, de drummer, ja, denk je dat die naar mijn geouwe hoer zit te luisteren? Nee, ben jij gek. Heeft wel wat beters te doen. Met een vrouw met grote borsten en een sauna. Nou, wat doe je nou met een vrouw met grote borsten en een sauna? Ja, die heeft wel wat beters te doen dan naar mijn geouwe hoer te luisteren. Dus ja, die kan ik uitschakelen dan. Nou, wat ik gemerkt heb, is dat mijn uitzending, dat nieuws 214, voor vrijmetselaars, die heeft, even kijken hoor, jullie kunnen nu met me meekijken, hè? Nu met me meekijken, 3.500 minuten is erna geluisterd. Gemiddelde luistertijd was dik 7 minuten. En er hebben 484 mensen naar geluisterd. Dus dat moet interessant zijn. Zo hoog. Ja, ik heb de gedoe gedaan over Marianne Vaatstra. En dat zit toch wel iets hoger. Maar in deze uitzending over voor vrijmetselaars. Wat heb ik erin verteld? Ik heb verteld wat vrijmetselaars zijn. Ja, een stelletje homo's. En meer niet. Ik heb niks aan toe te voegen. Ja, maar als je bij de vrijmetselarij gaat, dan krijg je geld. Nee, ik heb helemaal geen geld. Ben jij maf? Hoezo denk je dat je van de vrijmetselarij geld gaat krijgen? Je mag jezelf verlagen tot een kleuter die een paarse jurk aandoet. En dan ga je een rituaal uitvoeren. Wat doen ze anders? Nou, kom op, man. Ik ben bij de vermetselaars geweest. Op een open dag. Snap ik ook niet, open avond. Maar het heette open dag. En het begon om 8:15, denk ik. Lijkt mij een open avond. Dus ook een verbeterpuntje voor die vrijmetselaars. Want punt 1, als je een geheim genootschap wil stichten, is het niet zo verstandig om een advertentie in het Arnhemse suffertje te zetten. Arnhemse Koerier of whatever. Dat is niet echt geheim, snap je? En die vrijmetselaars hebben daar een probleem mee. Dus die snappen niet zo goed het verschil tussen esoterisch en exoterisch. Ze malen dat een beetje door elkaar. Van ja, spa rood en mayonaise, als je dat maar goed klopt, is het hartstikke lekker. Ja, niet over mijn patatten. En geen spa rood over mijn patatten. Je bent exoterisch of esoterisch? Ah, nee, wij zijn van de vrijmetselaars. Wij zijn 50 tinten grijs. Homo's, jullie. Ja, dit is dan een opleiding voor vrijmetselaars. Dat er een verschil is tussen esoterie en exoterie. En esoterie, dat betekent de leer die geheim is. En exoterie, dat is de leer die wordt publiek gemaakt. Dat probleem heb je met het christendom niet. Hè? Er is geen christen die een ander gaat verbieden om Matthäus 6 te gaan lezen. Behalve dat je zegt van kindje, kindje, je bent nog een beetje kleintje, kleintje. Misschien dat je eerst moet beginnen met Genesis 1 vers 1. Maar de Bijbel is niet geheim. Die mag iedereen lezen. Je kan je hier om de hoek, letterlijk om de hoek,
500 meter afstand, minder. Dan koop je een Bijbel voor €7,95 als je mazzel hebt. En ik had mazzel weer eens. Ja, ik heb niet altijd mazzel, maar, maar die keer wel. €7,95. En die vrijmetselaars, die hebben dan een geheim genootschap. Ja, what the fuck? Je zet een advertentie in de krant. Hoezo geheim? Ga dan weg. En een lidmaatschap bij de vrijmetselaars, dat gaat richting de honderden euro's per maand. Ja, maar ik dacht dat je van de vrijmetselaars geld kreeg. Nee, homo. Natuurlijk niet. Ja, maar ik dacht dat als ik naar de kroeg ga en ik ga daar lekker veel drinken, dan krijg ik na afloop een bos bloemen en 100 euro. Nee, homo. Dombo. En natuurlijk niet. Betalen, jochie. Stomme vrijmetselaars. Gisteravond was ik weer eens aan het vrijmetselen. Zonder lidmaatschapskaart natuurlijk. En niemand weet wie ik ben. Ik ben echt geheim. Dan vragen mensen aan mij, hoe heet je? En dan zeg ik heet Repelsteeltje. Daar neemt iedereen genoegen mee. Kortom, ik ben geheim. En ter maskering heb ik ook nog een baard tegenwoordig. En mensen vragen aan mij, laat jij je baard groeien? Ja, misschien zitten er te weinig mensen bij de vrijmetselarij. Perry, ik denk dat die haren uit jou, rondom je kin en in je kaak, ik denk dat die aan het groeien zijn. En volgens mij is het zo dat als jij je geschoren had, dat dan die haren eraf zouden zijn. En klopt dat wel? Nee, jij bent te stom voor woorden. Laat jij je baard groeien. En mensen op zoek naar contact. Ja, ik weet niet zo goed wat ik nu moet zeggen, maar ik zie dus lange haren aan je kaken rondom. En ik denk zelf, laat jij je baard groeien. Dat is toch geen vraag? En die vrijmetselaars die zijn net zo dom. Laat jij je baard groeien? Ja, nee, helemaal niet. Ik laat mijn baard niet groeien. Mijn baard groeit. Ja. Oh, maar dan bedoel jij dat je niet bereid bent om je kaken, je kin en alles te scheren? Wel, homo. Ik heb het alleen de laatste tijd niet gedaan. Ja, maar dat dacht ik al. Ja. Dus je gezichtsvermogen klopt nog. Nou, hartstikke fijn. Halleluja. Prijs de Heer. Gaan we met vrijmetselaars wel gaan weg. En die jongen die ik gisteravond sprak, die heeft schoongemaakt bij de vrijmetselarij. Die heeft echt gepoetst. Die heeft de werkplaats schoongemaakt. Ja, want wij vrijmetselaars, wij vinden het belangrijk dat er witte tegels zijn en zwarte tegels. En dan komt Klaas, je weet het wel, Klaas Houthof. En die komt dan binnen en die heeft zijn schoenen niet gepoetst, niet geveegd of whatever. En dan maakt hij smeur op de grond. En dan moet wel eventjes, die zwarte tegels, dat maakt niet zoveel uit. Maar die witte tegels, die moeten schoon. Want anders heb je geen zwart en wit. Ja. Ik weet niet hoe ik die mensen moet helpen. Misschien wil ik ze wel helemaal niet helpen. Komt het daardoor? Ja, Perry, want jij kan mooi zo vertellen over de Bijbel. Maar dat wil je dan niet duidelijk maken voor vrijmetselaars. Die laat je maar verretken. Ja, eigenlijk wel, ja. Moet ik een vrijmetselaar gaan voorlezen uit de fucking Bijbel? Ben ik uit Amsterdam of zo? Een compleet idioot. Een vol idioot. Afdeutsch, ja. Nee, natuurlijk niet.
Een vrijmetselaar die kan ook voor €7,95 een Bijbel kopen, hoor. Nee, maar ik ga liever met allemaal mannen in een tempel zitten. Dat noemen wij de werkplaats. En daar worden wij beter van. Want wij gaan toneelstukjes doen. En die zijn van heel lang geleden. Die toneelstukjes, die stellen geen fok voor. Dat is een beetje leuk doen met oude kerels in een oranje jurk. Nee, we hebben ook paars en rood, hoor. Ja, natuurlijk. En dan doen we hele enge dingen. Dan gaat er een lampje aan. En dan, dan voelen we ons allemaal energetisch. Je kan nog beter naar de kluizen weggaan. En dan ga je net als Rob Oudskerk een heroïnehoer doen. Zonder condoom, natuurlijk. Even kijken of je wat oploopt. En die dame na afloop vriendelijk bedanken. Dat is nog beter dan om in die loge. Want ik ken die vrijmetselaars. En die loge hier boven de Velperweg. Helemaal gericht op het oosten. En ha 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 ha. Man, ik lach me kapot. En een bibliotheek van niks. Nee, vrijmetselaars kennen helemaal niks. En je mag er ook niet eens over mopperen. Nee, want dan ben je negatief. Jezus, man. Vrijmetselaars zijn dombo's. Zijn kleuters in een volwassen lichaam. Kleuters qua gedachten. In een volwassen lichaam. Meer niet. Het is een leuke hobby voor mensen die... Ja, dan word je ouder en dan denk je... Ja, later word ik verstandig. Maar nu ben ik dat nog niet. En oh jeetje, jeetje. Ik ben al 40 of 30. En ik ben nog steeds niet verstandig. Ik ga naar de vrijmetselarij. En dan ga ik toneelstukjes doen. Op een wit, zwarte, geblokte vloer. En dan leer ik het wel. Nee, homo. Kijk, je gaat of de hard way, hè, de moeilijke weg, de long way home, en dan ga je Immanuel Kant begrijpen, en daarvoor ja, dan moet je enigszins kennis hebben van Locke, Berkeley en Hume. Dat is het Angelsaksische, het empiristische. En dan heb je aan de andere kant, aan het vasteland, het continent van Europa. Oh, Perry, nu ga je heel ingewikkeld praten. Nee, nu hang ik op. Ja, natuurlijk. Dan ga je maar lekker naar de vrijmetselarij. Dan ga je er een toneelstukje opvoeren in je paarse jurk. Ja, want ik heb dus al gehoord van de Master of Ceremony... dat ik komende donderdag... dan mag ik dan die rol spelen. Je kan het beter gaan masturberen. Ruk jezelf af op een zonderdagavond. Ga er weg, mafkuitel. Ja, maar mijn hersenen. Ja, want jij zit al lekker te ouwe hoeren op internet. En je bent al met nieuwsuitzending zoveel bezig. Maar jij bent dus... Ja, maar dat zijn wij niet. Het maakt mij geen drol uit, snap je? Echt, gaan jullie maar lekker iedere donderdag €330 per maand, want ik weet wat het kost. Ik kom in de kroeg en in de kroeg kom je allerlei pluimage tegen. Dus mensen van verschillende pluimage. Kippen, haviken, duiven, pitbullterriers. Ja, en die vertellen mij dingen. Dus ik weet van... ik weet een jongen, die heeft een tintje. Die is altijd vervelend te doen. Inmiddels heeft zijn familie hem onder bedwang gekregen. Hij is Turkse.
Met van die gele sportschoenen. Je kent die Turken wel. Turken met een gele sportschoen. Ja, hij is bij de vrijmetselarij geweest. En daar hoorde hij, dat kost €330 in de maand. Daar heb ik het wel over zoveel jaar geleden. En dat had hij niet. Dat is mijn vriend, mijn kennis. Die inmiddels door zijn familie in bedwang genomen is. Die heeft een vrouw zwanger gemaakt. En ja. Ja, nu heeft hij een vrouw thuis. Dus dan valt hij geen vrouwen meer lastig in de kroeg. Dus een hele verbetering. Maar dat had niks te maken met die vrijmetselarij. En tegen hem werd gezegd, €330 in de maand. Daar praten we over. Ik fok. Ik betaal hier €330 in de maand. Maar dan heb ik ook niet zoveel vierkante meters. En die woning is zo hoog dat ik mijn hoofd niet stoot. En er zit een toilet in en een douche en een keuken. En ik heb nog een kamer over. €330 in de maand. Of 340. En dat kost een lidmaatschap van de vrijmetselarij. Ja, flikker toch. Ja, maar dan mag je iedere week toneelstukjes spelen. Ja. En we doen heel gezellig hoor. Ook je never. Maar ja, dat gebouw, dat moet wel betaald worden. Ja. De vrijmetselarij, die staat onder controle van de katholieke kerk. Dus de hiërarchische kerk heet dat. Dat het geloven, dat in gradaties gaat. De vrijmetselarij heeft ook graden. Van eerst kom je in de Blue Lodge en dan in de Dinges Lodge. En dan ligt het er een beetje aan of je van de Schotse loge bent, de Scottish Rite, of van die andere. En bij de Scottish Rite heb je dan 33 graden. En you believe me, dat als jij 33ste graad bent, dat er dan een hele wereld voor je open gaat. Dan kan je zelf 190ste graad worden. Als je maar blijft betalen. Vrijmetselarij is het allerstomste wat je kan doen. Je kan nog beter, ja, ik zei net al over hoerenneuken op de Kluizenweg. Net als Rob Oudshoorn. Je kan ook andere dingen doen. Je kan ook, ga heroïne roken. Daar krijg je geen longkanker van. Ben jij hem af. Ga met je kind. Dat je zegt tegen je kind. Oh, kijk, papa en mama zijn gescheiden. Maar voortaan gaat papa elke donderdag met jou een wandeling maken. Ja, doe dat. Dan doe je nog wat zinvols. Een beetje lopen homo'en met al die andere homo's op een wit-zwarte vloer. Gaat er weg. Ja, maar daar worden wij blij van. Ik vind het best. Huh? Er zijn ook mensen die houden van biljarten. En dan ga je toch lekker biljarten. Ja, maar ik wil lid worden van een biljartvereniging. Dat hoeft helemaal niet. Als jij wil biljarten, dan moet je hier in Arnhem nog even gaan zoeken. Maar ik weet waar ze zitten. Hebben ze een keurig biljart. Dan moet je binnenkomen. Je moet geld bij je hebben. Dat kost geen €330 in de maand, hoor. Pak je een keutje uit het rek. Of je neemt je eigen keu mee. Dat mag ook. Daar doen die mensen niet moeilijk over. En dan ga je een potje spelen. Dan moet je als volgt doen. Je knalt de deur van het café. Knal je open. En je doet net alsof je dronken bent. En je zegt, welke homo kan nog een beetje met een stokje tegen een balletje aantikken. En dan leg je €5 op het biljart. Wie durft daar €5 bij te leggen? Nou, en dan een aantal jenever in je nek. Nou, wat kost een avond? €50. Als je het goed doet, dan ben je knock-out, jongen.
Een maand later kom je weer terug, knal je weer de deur open en zeg je: welke homo kan met een stokje tegen een bal aan dingen zo? Oh. Ga er weg. Ja, de long way home, hè, de moeilijke, dat begint dus met het verschil tussen de continentale filosofie en de Anglo-Saxische. Oftewel het empirisme en het rationalisme. En dan krijg je Immanuel Kant. Die heeft dat probleem, dat verschil, opgelost. Ja, dan krijg je Immanuel Kant, die heeft de ethiek. Dus waarom zou een mens zich ethisch moeten gedragen? Mag niet iedereen gewoon doen waar hij zelf zin in heeft? Ja, dat mag wel degelijk. Natuurlijk mag dat. Doe maar lekker waar je zin in hebt. Ja. Arthur Schopenhauer heeft het opgelost. Die heeft gezegd: er is een reden dat mensen vriendelijk doen tegen elkaar. En niet met z'n allen €330 in de maand storten om bijeen te komen met al die stinkende homo's en dan toneelstukjes te gaan doen. Want dat slaat nergens op. Ja, maar ik vind het zo leuk. Ja, dat vind ik toch best. Ik ken ook nog een sextent in Bokstel. Die is best goed hoor. Kost je €200. En you believe me, als je daar naartoe gaat, je komt, en dan moet je een taxi betalen, want je komt helemaal dronken thuis en heb je blondines op je piemeliro zitten. Dat mag toch ook? Denk je dat ik ben tegen een verbod op prostitutie? En dat sukkels geld geven aan wildvreemde vrouwen om hun piemel warm te laten houden? Nee, natuurlijk niet. Doe het maar lekker. Overigens, deze uitzending is in het Nederlands. De vrijmetselaars zijn niet zo slim. Bij deze, ik spreek Nederlands. Dit lijkt echt heel erg op Nederlands. En dan voor jullie de truc om het te begrijpen. Dit was een mop uit de vorige uitzending over voor vrijmetselaars. Stel dat je homo's jullie. Ik sprak dus een vrijmetselaar en die zei: ik ben vrijmetselaar. Toen sprak ik een andere man en ik zei: ik sprak een man en die zei dat hij vrijmetselaar was. En toen zei die andere man: dat had die andere man niet mogen zeggen, want dat is geheim. Ja, maar stel het je homo's, je zet een advertentie in de krant. En dan met die G erin. En wat voor een G is het eigenlijk? Is dat een G? Oh, is het een jee? Jammer. Ah, kijk, het is wel zo als al die ongelofelijke kleuters in hun werkplaats zitten en dan gaan ze de master of ceremony gaan ze volgen en Piet doet de paarse jurk aan en Joris de rode jurk. Scharlaken heet dat. Ja, in ieder geval, die mannen lopen dan niet op straat. Die zitten zich lekker in een groep, een soort geestelijk te masturberen. Ik denk dat die vrijmetselaars allemaal moeten gaan biljarten, hoor. Of pingpongen. Ga maar lekker pingpongen. Of net als ik, smijten die euro's, €330 in de maand. Nou, dat doe ik trouwens niet. Maar hè, maximaal. Nou, gooi het uit in de kroeg. En dan alleen kroegen met een mooie, aantrekkelijke, vriendelijke barhouders. Ook al hebben ze borsten. Gewoon blijven betalen. En correct bestellen. Nee, ik ga liever naar zo'n tempel met witte en zwarte. Ja, je snapt het wel. Oh. Ja, het mag van mij hoor, ik vind het helemaal niet erg. Als je mijn zoon was, had ik gezegd van.
is dat niet erg duur? Ja, maar pap, als ik bij de vrijmetselaars ga, dan kom ik in contact. En dan krijg ik geld van. Ik vind het best, maar... Weet je het zeker? Of val je buiten de boot? Vrijmetselarij is helemaal niks. Het is van de kerk. De katholieke kerk. De katholieke kudde kerk. Daar is het van. Dat is hiërarchisch. Nou, maar ik ken ook mensen die hebben al die vrijmetselaars symbolen dingen aangeschaft. Dus behalve dat ze betaald hebben voor de maandelijkse lidmaatschap, hebben ze ook nog via internet, kan het tegenwoordig, franalia. Is dat het woord toch? Merchandise. Is merchandise hebben ze gekocht. Spullen op zijn Nederlands. Ja, ze kopen ook vrijmetselarij spullen. En een hele mooie spullen. Hoor. Met, dan kan je een doekje, een serveerstersdoek, wat die vrouwen hebben bij het bedienen. En die hang je dan voor je geslachtsapparaat. En dat is heel leuk. Ja, je kan ook een pamper kopen. En dan doe je die pamper over je hoofd heen. Kijken hoe dat afloopt. Nee, maar mijn lul is een grotere lul dan mijn hoofd. Dus ik doe dat doekje voor mijn onderlul. Homo. Ik bied geen excuses aan, hoor. De eerste beste vrijmetselaar die denkt dat ik hem kan beledigen. Dat is een homo. Dat hoort niet. Ja, maar wij vinden het leuk om ons te verkleden als een vrouwtje. En dan doen we gekke jurken aan. En net alsof wij... En dan lijkt het heel spannend, hoor. Want dan doen we de lichten uit en dan gaat het beginnen. En dan wordt er op een trom geslagen. En dan... En dan moet deze moet dit zeggen. En die moet dat zeggen. En dan gaat Joris, die gaat naar voren. Ik weet wat jullie doen. Ja, je kan er blij van worden. En van biljarten of pingpongen of tafelvoetbal of suipen in de kroeg, daar word je ook niet wijzer van. Dat snap ik wel. Dus in die zin hebben die vrijmetselaars van mij een carte blanche. Dat betekent een blanke kaart. Ja, gaan we lekker je ding doen. Als je dat zelf betaalt, ja, wat moet ik ermee te maken hebben? Die ene vrijmetselaar, die niet aan mij had mogen vertellen dat hij een vrijmetselaar was. Aan hem vroeg ik, wie of wat is de meest machtige organisatie van deze aarde? En hij zou lachen, hij zei, het Vaticaan. Oké, dat begreep hij. Dat is mooi. Maar alleen maar begrijpen dat het Vaticaan de antichrist is, dat zegt niks. Een vrijmetselarij is van het Vaticaan. Dat hebben ze al lang overgenomen. Of gesticht. De vrijmetselarij heet ook wel de protestantse, wordt heel moeilijk hè, de protestantse contra-reformatie. Nou, de eerste beste vrijmetselaar, ik weet niet of die taal kunnen of zo, ze zullen wel slim zijn, maar ze hebben geld om €330 in de maand te betalen om toneel te mogen spelen. Oh, sorry hoor. Het protestantse deel van de contra-reformatie.
Want waar het om gaat, is dat er op deze wereld is er een kankergeloof. Dat kankergeloof, dat breidt zich uit en veroorzaakt ook lichamelijke problemen bij mensen. Want kanker is een ziekte die pas ontdekt is in de 20e eeuw. Hè? Terwijl de vrijmetselarij, dat is begonnen in de 16e eeuw. Het duurt een tijdje voordat die kanker eruit komt. Hè? Iedereen, lichamelijke kanker. Dat komt van die paus. Alle kanker komt van de paus. Want er is geen wereldgeloof anders dan de Bijbel. Ja, maar de Mahabharata dan? Die lees je er toch gewoon bij. Ja, want de Mahabharata vind ik ook spannend. Wat maakt mij dat uit? Als je die vrouwen maar onder de duim houdt. Dat is de grote truc. Jij, als mens. Hè, die vrouwen, dat zijn Eva's. En die zijn bedoeld om de man te helpen. En als je dat niet lukt, dan kan je wel wegvluchten naar de vrijmetselarijclub. En dan lekker iedere donderdagavond doe jij af en toe je paarse jurk aan. En dan weer je rode jurk en een andere muts op je kop. Ga er weg, man. Hou die vrouw onder de duim. Ja, ik kan het ook niet. Het is allemaal geen probleem. Maar niet gaan lopen janken. Doe het anders. Ga naar de kroeg. En geef een rondje voor de hele tent. En dan wil je zelf 5 à 76. Je never. En dan mag je ouwe horen wat je wil. Dan mag je ook zeggen, die bitch van mij. Ja, die. Beklaag je lot daar. Dat is een stuk goedkoper dan bij de vrijmetselarij, mijn vriend. Het is helemaal niks. Geen boeken. Ik was daar, hè? Bij die open avond. En dat noemden zij open dag, want vrijmetselaars zijn niet zo taalkundig. Ze weten het verschil niet goed tussen dag en avond. Maar dat is ook logisch, want anders zou je nooit bij de vrijmetselarij gegaan zijn. Hè? Ik ben daar dus op die avond. Jezus mijn Christus, ik zag die bibliotheekkast. Wat een kut titels. Stelt helemaal niks voor. En toen kwam ik in de werkplaats, dat is de tempel, gericht op het oosten. En dat was jeneverpauze. Voor mij hoeft dat niet, hè. Waarom alleen jenever in de pauze? Maar dat vonden die vrijmetselarijjokers belangrijk. Eerst luisteren en dan drinken. Ik was op bezoek en het kostte niks. Dus wat maakt het uit? Komt zo'n oudere man naar me toe en die zegt, wat vind je ervan? En ik zat in de ronde te kijken en ik zie een Bijbel liggen over de... Ja, op het toneel. Ze hadden een verhoging en een soort van, ja, een tafeltje. En ik zei, hé, dat is de Bijbel. Dus jullie doen aan de Bijbel. En die oude lul die zei tegen mij, nee, we doen helemaal niet aan de Bijbel. Die ligt er alleen maar als symbool. Jezus. Nee, dan word ik blij. Ja, maar wij werken voor de paus. En we moeten goedkeuren dat de paus die laat kleine kinderen verneuken. En wij zijn, hoe zal ik het zeggen? Wij oordelen niet. En dat vinden wij ook goed, hoor. Ja, rot, man. Hé, hey, ik ben het serieus. Hou ermee op. Stop ermee. En jij vrijmetselaar, stelt dat jij er eentje bent of je kent een vrijmetselaar. Ja,
lees Genesis 1, vers 1. En dan de rest. Dat is je Bijbel. Dat kost je geen drol, jongen. Ja, maar Perry, vertel je me nou dat als ik bij jou om de hoek een Bijbel koop voor €7,95, dat ik die elke dag gratis mag lezen? Even nadenken. Wat vroeg je nou? Het gaat goed, hè? Die uitzending 214... Ik zit momenteel boven de 400. Maar er is toch 3.500 minuten naar gekeken. Of niet? Jullie kijken met me mee. Hè? Dit is de Google Analytics. En gemiddeld keek men hierna ruim 7 minuten. En het aantal kijkers was 484. Twee mensen hebben gezegd, ik vind dit leuk. 0 mensen hebben gezegd, ik vind dit niet leuk. 1 iemand heeft commentaar gegeven. 1 iemand heeft Nieuws 2014 gedeeld met anderen. En hij staat in 4 playlists. Ja, hij staat in 1 play. Nee, hij staat in 2 playlists van mij, denk ik. Afspeellijsten. Dus 2 mensen of 3 mensen hebben deze video opgenomen in hun afspeellijst. En het leverde mij 1 abonnee op. Daar krijg ik geen geld van. Nou, dat maakt mij niet uit. De liefde voor geld is de bron van al het kwaad. Niet geld is het bron van al het kwaad. Nee, de liefde. De hunkering tot geld is het bron van al het kwaad. You get? Nou, kan je dus ook kijken bij Google, dan kunnen jullie nu meekijken. Dan heb je gender, dat betekent geslacht. Een man of vrouw. Nou, die is uitgevallen. Dus dat is niet alleen voor die vrijmetselarij-uitzending, maar dat is bij al mijn uitzendingen. Maar goed, het is ook gratis. Wat maakt het uit dat er iets het niet doet als het gratis is? Nou, links daarvan heb je de geografieën. 84% van de kijkeraars, luisteraars, die kwamen uit Nederland. 14% kwam uit België. 1,7% uit Frankrijk. Er moeten Nederlanders geweest zijn. Die op vakantie waren in Frankrijk en dachten van nou, we hebben toch niks te doen. Gaan even luisteren naar het geoude hoer van Perry. En ook nog in Germanië, dus in Germany. Oh, ik sla Ierland over. Ierland is 0,2%. Germanië, dus Germany, Duitsland, zeggen wij. 0,0%. Ik vraag me af waarom Germanië dan vernoemd wordt, maar het is misschien een bukje of zo. Maar een van de meest bekeken uitzendingen, los van Marianne Waanstra. En vandaar dat ik dus nu eventjes weer even tegen vrijmetselaars ga aanlopen, ouwe hoeren. En kijken wat er van komt. Gaan jullie weer kijken? Luisteren? Ik hoop het. Deel het. Vertel tegen mensen dat de Bijbel, dat is een boek en daar is 1.500 jaar aan gepend. In doorlooptijd.
En het past allemaal bij elkaar. Dus het boek Openbaring en het boek Genesis. Dat sluit aan. Bijzonder. Dat is alles. Kost €7,95 en dan ben je gelijk... Hallo. Zat het zo? En trouwens, je hoeft de Bijbel helemaal niet te lezen van mij. Dus ik kwam laatst een man tegen, die kwam uit Wales. Hij kon ook echt die G en die... Welsh, nou. Hele grote kerel, levensgevaarlijk. En die zei van nou, ik heb gelezen dat in de Bijbel staat dat je moet doen tegen andere mensen zoals jij wil dat andere mensen tegen jou doen. En toen heeft die Welsher, die man uit Wales, die heeft toen de Bijbel dicht gedaan en zei de rest hoef ik niet te weten. Dat is ook een soort van pauwvakker, zo'n stevige man. Ja, die verdient zijn geld, man. Die heeft dat geouwe hoer niet nodig. En iemand bij de vrijmetselarij die elke donderdag weer opnieuw naar de ceremonie gaat. En dan leuke dingen doen met je never. Dat schiet niet op. Nee, hartstikke bedankt voor het luisteren. Dat vind ik echt. Dat stel ik erg op prijs, hoor. Dat ik overtuigd ben dat ik niet alleen een mening van vrijheidsuiting heb, maar dat er ook mensen zijn die daarnaar luisteren. En vanwege het format heet dat. Formaat op zijn Nederlands. Het format. De verpakking. Dat is het beste. Vanwege de verpakking van mijn nieuwsuitzendingen dien ik af te sluiten op zijn hamburgers. En waarom eigenlijk? Dat zou een goede vraag zijn. Ook al ben je geen vrijmetselaar. Maar waarom sluit ik af op zijn hamburgers? Hamburg, dat was een protestante stad. Die mensen deden niet aan de paus. Die vonden de paus een viespeuk. Een leugenaar. Een kleuterneuker. Die de baas loopt te spelen over onze zogenaamde koningen. Ah, dat is de paus. Willem-Alexander, die van ons. Die gaat ieder jaar naar de paus. Dan gaat hij zijn tenen likken. Nou, ik stel voor, we kopen een pitbull terrier, die geven we aan de paus en dan zeggen we, die mag voortaan je tenen likken en nou oprotten. En blijf met je tengels van onze kinderen af. Homo! Nu klink ik wel boos, maar zo waren ze in Duitsland ook. Hè? Ze kwamen erachter. Dat begon met Maarten Luther. Toen sloeg de... vlam in de pan. Iedereen kwaad op de paus, man. Ja, toen dacht de paus van ja, jullie boos op mij, maar ik boos op jullie. Ga je mij beledigen? Dat ik kleuters neuk? Of laat neuken? Maar we zijn gelovigen. Heb ik de Bijbel en dan kan ik je mee op je kop slaan. Weet je wat de paus heeft uitgevroten? Ja, maar Perry, dat was niet één persoon hoor, want er was Pius de IX en dat was 1870 en dat was pas de eerste paus die onfeilbaar was. Nee, Pius de IX, oftewel, weet ik wel, ja, Pio Nono. De IX netswit. Nee, en die houden niet van protest. Iedereen moet hetzelfde denken.
En dan mag je elke zondagochtend mag je verschijnen bij meneer Pastoor. Maar je mag ook elke donderdagavond mag je een toneelstukje gaan doen met een paarse jurk aan. Op een zwart-wit getegelde vloer. En het goedkoopste alternatief is om op zondag naar de kerk te komen. Want de bijdrage is dan, ja, niks eigenlijk. 1 euro, 50 eurocent. Dus heb je 50 eurocent per zondag. Nou, heb je 4 zondagen per maand. Dus dan praat je over 4 keer. Dat is 2 euro per maand. Ja, doe dat dan. Maar goed, die paus die was ongelooflijk chagrijnig over het feit dat mensen uit Hamburg ook, niet alleen Hamburg hoor, ook Dresden, of Dresden, dat ze niet meer betaalden. En de paus die dacht van ja, als je niet betaalt, dan krijg je van mij gratis bommen. En die laat ik op jullie stad vallen. En dat kost mij niks, want ik heb die Engelsen, dus Winston Churchill was dat, hè. Die stond ook onder auspiciën van de paus. Winston Churchill was een dikke vetlap. Sigaren roken en 2 liter cognac per dag. Dan laat ik door Winston Churchill, of een van zijn onderdanen, Hamburg vuur bombarderen. Is gebeurd, hè? Hamburg is veranderd in een fornuis. Ja, maar dat kan niet, Perry. Dat lul je uit je nek. Nee, dat lul ik niet uit mijn nek. Hamburg, daar is zoveel fosfor op gedonderd. Met een vlammetje erbij. Dat het asfalt ging smelten. En dat de oude vrouwtjes en kleine kinderen weg wilden vluchten uit kelders. Want in de kelder werd het al heet en je had geen adem meer. Leer mij die katholieken kennen. En daarom zeg ik op zijn Hamburgs. Tjus. En dag. Lieverds.